Hond Devil glipte afgelopen vrijdag naar buiten toen de deur even open stond en hij verdween. Eigenaresse Danielle was met haar gezin op vakantie op Kos toen ze het nieuws hoorde. Wat was het eerste wat op dat moment door je heen ging? Ik moet naar huis. Het is de eerste. Maar het is een beetje ver weg en het is niet zo makkelijk om dan naar huis te komen. Haar zus Patricia heeft alles in werking gesteld om haar zus naar huis te krijgen. En ze is alleen zonder haar gezin teruggekomen. Devil. Nu probeert ze alles om Devil terug te vinden. Blijf wakker met de voordeur open. In de hoop dat hij naar huis komt lopen. Zodat hij dan naar binnen kan. Maar tot op heden... niks. En dus zoeken ze in bosjes, spreken mensen aan en hangen ze overal flyers op. Nou, ik denk wel ongeveer nu de 200ste flyer die we gaan plaatsen. Ze houden het vol door aan leuke momenten te denken. Dat hij altijd als je aan de deur komt, dat hij zo altijd zo lekker blaft en zo lekker bij je kan liggen. En altijd met zijn mandje door het hele huis heen loopt te slepen. Ja. Het is een druktemakertje. Ja. Ja, daarom snap ik ook echt niet dat niemand hem nog gezien heeft. Nee. En dus blijven ze doorzoeken. Maar de onzekerheid is dat je gewoon helemaal niks weet. Het is gewoon zo ontzettend slopend. Het is gewoon echt zo slopend. Gewoon machteloos. Zo voel je je eigenlijk gewoon continu. Erg machteloos. Devil. Devil. Alsjeblieft. Laat wat weten.